Hallo reviewvrienden, uit een mooi welvarend en verdomd gezellig leven. Hoe is het met jullie? Dat is lang geleden, hè? Ja, ik zou er een maandje tussen uitgaan omdat ik na 689.000 reviews dacht van ik moet even opladen. En het heeft wat langer geduurd, want iedere keer kwam ik er niet toe. En dat had te maken met, luiheid. Luiheid, zo lui. En ik denk, ja, ik kan nog wel een weekje wachten. Ach meid. Waarom doen we niet nog een weekje? Aan het einde van de laatste keer dat ik met de reviews bezig was, had ik dus inderdaad een nieuwe camera. Misschien moet ik niet overdrijven. Ik heb gewoon een nieuwe telefoon gekregen van de provider. En die filmt verrotte scherp. Ik ben er nog niet helemaal uit. Je kan bijna de poriën op mijn handen zien. Maar dat moet maar, hè. Het licht is ook opeens heel erg, ik weet het ook niet. We moeten er even in komen. Het is voor mij ook een tijdje geleden, jongens. Maar in ieder geval fijn dat we er weer zijn. Tenminste, dat denk ik. Ik kreeg toch wel veel berichten van mensen. Die zeiden, godverdik, ik mis die review zo. Toen dacht ik, jezus. Mensen missen dat echt. Die mensen kijken er echt naar. Overigens ben ik wat bruin en wat ongeschoren. Weet je, veel vakantie gevierd. Ik geef het eerlijk toe. Ik ben een soort volgezogen spons. Ik heb nog nooit zoveel gesopen en gevreten in korte tijd. Het is verschrikkelijk, want het past niet helemaal binnen mijn dieet. Maar goed, je leeft maar één keer. En als het zo doorgaat, niet zo heel erg lang. Nou, genoeg geouweneeld en geouwehoerd. Want we blijven gewoon bij de basisvraag. De baas in het leven... De baas. Het is geen baas, hè. Ik ben een hond. Een hond heeft een baas. De basisvraag des levens is... Wat zit er onder de doosje? Wat heeft ons een beetje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Hebben jullie er ook zo zin in? Begin lekker, Ahmad. Water. Nu hebben we hier natuurlijk al eerder bronwater besproken. Gewoon het water uit de flessen. Uit de supermarkt. En ik weet niet helemaal precies meer wie de winnaar is. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet sowieso niet zo heel veel meer. Maar dat heeft meer te maken met even te lang vakantie vieren. Ja, dan men zegt dan dus, als je vakantie viert, hè, dan krijg je hersenetjes rust. En dan gaat het weer helemaal goed in je bovenkamer. Nou, ik zal je vertellen, ik heb het gevoel dat bij mij gewoon, dat het gewoon uitgezet is. Sinds ik dus vakantie heb gehad, en ik had dus al 2 jaar geen vakantie gehad. Maar sinds ik dus een vakantie heb gehad, ik ben gewoon een beetje simpel geworden, heb ik het gevoel. Er gebeurt in mijn hoofd gebeurt dus echt bijna helemaal niks meer. Het is gewoon dramatisch. Ik heb ook nergens zin in. Ik wil ook niks doen. Ik denk ook nergens over na. Ik weet het ook niet. Maar goed, vorige keer had ik gewoon water. En nu dus water met een belletje. Ik weet nog niet of dat de beste manier is om terug te komen. Na zo'n lange vakantie. Na zo'n lange tijd geen reviews. Kom je terug met water. Ik denk dat er 3/4 van de mensen al zijn afgehaakt. En ik denk, godverdien, ga ik weer een slok water nemen. Ja, ik kan het er ook niet aan doen. Ahmed, ik weet het niet hoor. Ik weet niet of dit nou de beste ideeën zijn van je. Maar ik ga niet boos worden, want discrimineren wil ik al het minst. Hè? Als je dat maar begrijpt. Enfin, wat hebben we hier? We hebben hier van de Albert Heijn gewoon vreselijk goedkoop water. Want dat kost geen moer. Ja, wat zal dat kosten? Ik denk dat je met minder dan 50 cent heb je 1,5 liter water met een bubbeltje. Ja, waarom dat ook zoveel zou moeten kosten, dat weet God niet. Maar dan gaan we gelijk over naar de spa. Dat is namelijk het middensegment van hier wat hier op de tafel staat. Want die Pellegrino die ken ik wel, die is verschrikkelijk duur. En deze, dit is al dik over een eurotje. En de vraag is dan natuurlijk altijd, wat is nou het allergrote verschil tussen een 1,5 liter fles voor weet ik veel, 45 cent en een liter fles voor meer dan een eurotje? Want het bevat toch allebei water en het bevat toch allebei koolzuur. En dat is het toch eigenlijk allemaal. Nou, als het nog niet veel gekker kan, dan heb je nogal die Italianen. En die dachten, ja, luister even, waarom doe je in een groene fles? Doe er een mooi etiketje overheen. En dan is het helemaal onbetaalbaar. Want deze is weer een stuk duurder dan die. En wat zit hier dan in, behalve water en koolzuur? Nou, ik zal je wat vertellen, dames en heren, jongens en meisjes. Er zit alleen maar water en koolzuur in. Dus... Weet je wat je ook zo verschrikkelijk irritant vindt? Dan zit je in een restaurant en dan... wilt u water? Nou ja... Ik zeg altijd maar waar, ja, oké. En dan plat of bruisend? En dan denk je, nou ja,
Om nou heel veel geld te gaan betalen voor gewoon water plat, dat vind ik een beetje overdreven. Doe maar een belletje. Je drinkt toch nauwelijks, maar goed. En dan krijg je een fles Pellegrino op tafel voor 12,5 euro. Dan denk ik, ja, voel me toch een beetje genaaid zo. En omdat het zo duur is, suik je die fles nog leeg ook, moet je dat op pies ook. Wat een gedoe zeg. Laat er allemaal gaan proeven. Ja, wat zijn jullie toch? 3 glaasjes. De vlieg die de vlieg. En die maakt een vervelend geluid. Ik heb met insecten weinig. Ik ben niet een insect. Gaan we, zeg hem? Ging niet. Ik heb met insecten weinig. Het zijn niet echt zeg maar de beesten in het Koninkrijk der Dieren. Waarvan ik denk, goh, wat gezellig. Maar goed, ze zijn vaak handig, hè. Ze hebben een handig iets. De ene die vreet de muggies op. De andere vreet, weet ik veel, dode dieren op. De andere, die stuifmeelt bloemen en planten. Ze hebben allemaal zo een functie. Alleen van de mug begrijp ik nog steeds niet helemaal wat daar nou de bedoeling van is. Maar het zal allemaal wel. Ik heb één probleem met insecten, is dat lawaai wat ze maken. Verschrikkelijk lawaai. Dat is, zo'n mug, als je nou zo heel graag mijn poot leeg wil slurpen van het bloed, dan doe je dat lekker vriend. Ik vind de jeuk niet leuk, maar prima. Maar is het nou nodig om je dat bij mijn oor te gaan zitten? Of zo'n stronvlieg die net voorbij kwam vliegen. Ik wil dat niet. Dat is gewoon geruisloos. De enige die geluid maakt maken is een krekel. Op een romantische avond. Bij een zwoele nacht. Voor de rest moet hij ook zijn kamers houden. Nou, daar gaan we. Ik begin wel bij de goedkoper. Zo, dat ging maar even goed. Hier. Bronwater uit Roxanne Hovelange. Bronte Bekkerig in Luxemburg. Met toegevoegd koolzuurgas. Water uit Luxemburg. Tja. Het blijft natuurlijk eigenlijk een beetje raar dat we water uit Luxemburg zitten te zuipen. Terwijl we hier ook hartstikke genoeg veel water hebben. Maar goed, het zal wel. Dan hebben we de spa. Nou, die komt waarschijnlijk uit. Natuurlijk, mineraalwater met toegevoegd koolzuurgas. Dat is ja, ook hetzelfde een beetje. En dan hebben we deze, het vloeibare goud van de Pellegrino. En die komt uit Bergamo. Jezus, het is onleesbaar dit. San Pellegrino, geboren in 1899, een icoon van de Italiaanse levenskunst. Nou en, waar komt dit vandaan? Uit een bron... San Pellegrino Terme gebotteld. En het zit bij Bergamo. Water. Met koolzuur. Zie je dat deze minder bubbelt al? We hebben al een verschilletje te pakken. Maar die andere flessen bijna uit elkaar spoten. Vul deze allemaal wel mee. We gaan van... we doen even zo. Ja, we gaan van goedkoop naar duur. Feestelijk goedkoop bronwater. Normaal is spa, is niet goed. Bronwater met koolzuur uit Luxemburg van de Appie de Gappie. Wat valt mij op? Ja, niks. Ja. Niks. Het is... belletje is een beetje zwak belletje. En het water is... ja, gewoon water. Het smaakt gewoon naar water. Ja. Ja. Ja, jongens. Denk je zelf, wat kan ik ervan zeggen? Maar nu is het tweede. En dan kan de smaak opeens heel erg verrassen. Want deze is bijna 2 keer zo duur. Nee, meer dan 2 keer zo duur. Eens even kijken. Veel meer koolzuur. Niet normaal veel koolzuur vergeleken met die. Maar koolzuur is toch niet zo duur? Wel. Nee toch? Kost toch geen moer? En het water van Spa is meer metalig dan die van Abrigap in Luxemburg. Ja, een beetje meer metalig. Fles nummer 3. San Pellegrino. Pellegrino. Uit Italië. Bruisen natuurlijk. Mineraalwater. Nou, oh, daar zit al in. Hoe is die?
Ja, weer heel anders. Hier, deze heeft een heel zacht belletje, waar die van een verspaar bijna het glazuur van je tanden afrost met al die dingetjes. En hier, heel zacht. Minder metalig. Maar... tussen die van Albert Heijn en Pellegrino. Zit geen ene reet verschil. We zijn wat op het spoor hoor. Die van Albert Heijn met het zachte piemeltje. Pikkeltje. Piemeltje, van wat ik veel, 45 cent. En die van 1,5 liter en een litertje uit Italië, uit een of andere beek in Bergamo, die smaakt exact hetzelfde. Die heeft net zo'n zacht pikkeltje en het water is ook net zo zacht. En deze kost denk ik 1,5 euro als het niet meer is. Dus we zijn een scam op het spoor. Nou ja, scam. Wil je luxe Pellegrino in je ijskast hebben, moet je die kopen. Maar je kunt die van Albert Heijn, dus godverdikke, net zo lekker. Je kan nog meer ook. En voor een derde voor de prijs. Wat zo? Twee voor de cijfertjes, want dat doen wij nog steeds bij Jan's Reviews. Ja, de spa, waarvan ik had verwacht dat die het lekkerste was, die vind ik het minste. Want die bruist zo verschrikkelijk je bek uit, het is niet te geloven. Er zit daar eigenlijk ook veel koolzuur in. Waarom? En het water is ook een beetje metalig. Ik bestel altijd spa, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet zo lekker. Ja, ik drink het ook nooit echt op, het is meer voor de sier naast een glas wijn. Maar nee, die gewone spa, ik heb voor mijn sessie. Een 7 voor Sint Pellegrino. Die verschrikkelijke dure troep uit Italië. Met het enorme zachte belletje en het zachte water. Is hij lekker? Ja, heel lekker. En hij bruist niet zo verschrikkelijk je kanus uit als die van Spa. Hartstikke goed. En een 7 is hij zeker waard. Maar, daar komt de crux. Die van Albert Heijn, die kost geen ene moer. Je krijgt 1,5 liter. En die is verdikken net zo lekker als die Sint Pellegrino. Hetzelfde belletje en het water is net zo zacht. En ook niet metalig als die troep van Spa. Dit is gewoon wat je moet hebben. Die krijgt gewoon een 8. Ja, weet ik veel. En als je nou tegen de... En als je nou denkt, ik ben een chique jongen. En ik kan toch godverdomme niet met die goedkope Spa aankomen. Van Spa, bronwater van Albert Heijn. Dan koop je een van Pellegrino. Die pleur je leeg. Oh, of je drinkt hem op. En dan schenk je het bij. Dan zit je dat in je koelkast. Als je dat zo wil. Ijdel gedoe zich verschrikkelijk. Nou, bedankt voor het kijken. En tot snel. Dag.